Hallo, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar Fem. Dit keer heb ik een video voor jullie met 10 cadeautips voor een man. Want het kan echt super lastig zijn, vind ik, om iets voor je broer te kopen. Of voor je vader vooral. Met kerst had ik het zwaar. En voor mijn vriend vind ik het eigenlijk ook altijd lastig. Want hij heeft alles al of hij koopt het zelf. Dus ik dacht, nou, ik ben vast niet de enige die hier problemen mee heeft. En ik heb samen met een paar mannen in mijn leven heb ik gewoon gevraagd van, nou, wat vinden jullie nou echt toffe cadeaus? En originele cadeaus ook vooral. Dus hier komen ze. De eerste, geef hem iets wat 3D geprint is. Het is een super origineel cadeau, want je hebt nog helemaal niet veel dingen die 3D geprint zijn. Dat gaat natuurlijk steeds meer komen. En ik had zelf dit gezien op shapeways.com. Een beurtskelet. Dat is natuurlijk heel erg in de mode nu qua interieur. En het is ook best wel stoer voor als hij op zichzelf woont. Maar je kan ook heel veel andere leuke dingen vinden die je 3D kan printen. Dus neem gewoon even een kijkje op de website shapeways.com. Het is dus helemaal niet duur. Deze kost €27,91. Nou, het is toch een heel leuk cadeau. Iets anders waar veel mannen ook mee bezig zijn is overleven, survival, be a man. Er zijn natuurlijk heel veel populaire programma's over. Dus, dit boek. Het SAS Survival Handboek. Ja, die heb ik dus aan mijn vriend gegeven een paar jaar geleden. Dat wilde hij heel graag hebben. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je weet hoe je in het wild moet overleven. Maar nee, dit is best wel echt een heel tof boek. Je ziet allerlei dingen over hoe je een vuurtje moet maken als het regent of als het heel hard waait. Extreme klimaten. Maar ook gewoon hele erg basic dingen. Hoe je bijvoorbeeld kan zien hoe laat het is of wat voor weer het gaat worden. Dat kan ik je nu wel even vertellen. Dat is als in een dal 's ochtends vroeg heel veel mist staat, dan wordt het een hele mooie dag met heel veel zon. Dus als het koud is aan de grond. Nou ja, dat dus eigenlijk. Als jouw man, je vader, je broer, je vriend, ik weet niet wat, de man in kwestie heel erg van fotografie houdt, dan is dit natuurlijk wel een heel leuk idee. Deze lensmok die heb ik gevonden op cadeau.nl en die geef ik best wel vaak aan cameramannen als ze jarig zijn. Maar ja, hij is natuurlijk gewoon leuk voor iedereen die van fotografie of filmen houdt. Hij kost €20. Leuk cadeau toch? 4. Heel veel mannen zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in het internet, nieuwe technologieën en start-ups. En als ze dat leuk vinden, dus een beetje een internetmannen zijn, dan is dit blad, The Wired, wel heel erg leuk om te geven. Je kan bijvoorbeeld een abonnement geven. Is iets duurder, namelijk €70. Maar dat is misschien leuk om dan samen te doen met je broer of zus of zo. En het is wel in het Engels, maar ja, ik vind dat je er goed doorheen kan komen. Het wordt afgewisseld met langere artikelen en wat kortere artikelen. En het is best wel heel erg interessant wat hier allemaal in staat. 5. Mannen zijn natuurlijk niet zulke shopfanaten als wij zijn. Maar daarom is het juist leuk om misschien iets van kleding te geven, omdat ze niet zoveel kleding hebben. Alleen het kan best wel een beetje lastig zijn. Nou ken ik een heel leuk merk wat elke man die ik ken in ieder geval heel tof vindt. Dat is dit merk, Oost-West. En dit is nu nog heel erg exclusief, want het is eigenlijk een heel nieuw merk. En een beetje hipster merk ook wel, zoals je ziet. Een t-shirt kost €30. En ze zijn nu nog maar te koop op 6 plekken hier in Amsterdam. En verder nergens in Nederland, maar wel online. Dus ja, als je een beetje een origineel cadeau wil geven en een tof t-shirt, dan zou ik dit wel heel erg leuk vinden om te geven. 6. Het is natuurlijk ook wel eens leuk om gewoon iets grappigs te geven. Dus als jouw broer bijvoorbeeld net op kamers is gaan wonen, hoe vet is het dan? Misschien had je hem al op mijn Instagram voorbij zien komen. Als je hiermee aankomt! Piew, piew, piew! Ik had deze aan mijn vriend gegeven met kerst, want hij vindt pistolen heel erg leuk. En wc schoonmaken is natuurlijk ook geweldig leuk om te doen. Dus daarom had ik deze besteld op cadeau.nl en hij is €15. Ja, het is gewoon weer een grapje natuurlijk. 7. De zomer komt eraan en dan gaan we weer met z'n allen lekker picknicken, het park in, naar het strand of we gaan op vakantie. En daarbij is dit cadeau natuurlijk heel erg handig. Een boxje. Ik heb hem besteld op bol.com. Hij was €23,99 en ik heb hem aan een vriend van mijn zusje gegeven. En nou ja, dat ding valt gewoon in de smaak. Het is super handig en je hebt gewoon altijd lekker je eigen muziek bij de hand. 8. De meeste mannen houden, net als wij vrouwen, van series. Dus is jouw man in kwestie fan van bijvoorbeeld Walter White van Breaking Bad of van Game of Thrones of van Star Wars misschien? Hoe leuk is het dan dat je een hele mooie poster bestelt? Die niet echt een filmpoos is, maar een beetje iets ja, wat hij echt leuk in zijn interieur kan ophangen. En deze zijn ook nog eens maar €5,99 op allposters.nl kan je ze bestellen. Nou, een mooie lijst erbij en dan heb je een superleuk en eigen cadeau.
9. Gaat jouw man in kwestie binnenkort op reis of op vakantie? Dan is het natuurlijk ook best wel leuk om een soort reis-goodiebag pakketachtig iets te geven. Met een mooie handdoek, een Lonely Planet bijvoorbeeld of een tijdschrift wat hij graag leest. Zo'n opblaaskussentje voor in het vliegtuig, een paar oordopjes erbij en zonnebrand, klaar ben je. En de laatste, 10. Het is natuurlijk ook heel erg tof om iets leuks te doen, om nieuwe herinneringen te maken. Dus geef ze een keer iets waar die misschien niet zo snel naartoe gaat. Bijvoorbeeld een kaartje voor een bepaald festival met net iets andere muziek. Of naar een concert of naar een cabaretvoorstelling. Nou, dit waren mijn 10 cadeautips. Veel plezier met uitzoeken en een hele fijne week. Doeg! Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je super cute een cadeautje kan inpakken.